Wie verdient een taart wordt mede mogelijk gemaakt door HEMA. Right. Nou, HEMA wordt 90 jaar. En ik bedoel, dat is wel echt tijd voor een feestje. En met wie kunnen we HEMA's verjaardag nou beter vieren dan met de helden van Nederland? En daarom breng ik gewoon elke week een slagroomtaart naar iemand die het echt verdient. We zijn vandaag in Almelo, want Denise en Joni hebben het leven gered van een ree. En dat verdient natuurlijk een taart. En die ga ik nu brengen. Nou, kloppen gaat altijd met de knie. Hallo. Ja, sorry. Hi, ja, maakt niet uit. Wij mogen namens HEMA en Linda jou een slagroomtaart aanbieden. Leuk, dankjewel. Kan je een beetje uitleggen wat je eigenlijk precies en hoe dat eigenlijk allemaal ging? Wacht, ik haal Joni er even bij. Joni? Ja, of wij kunnen wel misschien binnenkomen. Jij mogen binnenkomen? Oh, kijk eens, lekker ook aan het zwemmen en zo. Nou, vertel, want je hebt iets best wel iets bijzonders gedaan. Ja, nou, het begon eigenlijk met Joni. Want wij wilden een zwembadje kopen met de kinderen. En toen kwam ik daar aanrijden bij het kanaal. Toen zag ik heel veel brandweermannen over de brug gaan. Die waren daar al, de brandweermannen? Die waren er al. Toen zag ik Joni in het kanaal duiken, want die wilde ze helpen. En toen ben ik er even bij gebleven natuurlijk. Ik was er al twee keer in geweest en alleen kun je het voor reden niet uitkrijgen. En op een gegeven moment toen zei hij niet, zou ik er bij je springen? Nou, ik zei ja, graag. Ja. Toen kwam die ree, die zwemmen in het midden van de knaal. We zijn er naartoe gezwommen. En we hebben het gewoon bij de kop kunnen pakken. Als ik erin ga, dan moet ik hem ook durven pakken. Maar ja, op een gegeven moment... Durfde je het te pakken? Jawel. Ik denk, nou ja, samen durf ik het, maar alleen niet. En hadden jullie geen pijn, last gekregen of iets? Ja, we zitten wel een beetje onder blauwe plekken, maar verder... Ik zie het ook. Die voel je verder niet hoor. En hoe is het nu met het dier eigenlijk? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Van mij is hij gewoon overgeplaatst. Ze hebben hem eerst rustig gemaakt met een grote jas erop. En toen hebben ze meegenomen de brandweer en daarna is hij denk ik uitgezet of ik heb geen idee. Ik vond het wel heel speciaal dat Joni erin dook, want Joni is onlangs 60 kilo afgevallen. En dat had hij dus eerder dus nooit anders gedaan, maar nu was hij zo actief en zo fit. En was dat ook dan gelijk een reden om dan in het water te springen, dacht je? Ik zag die brandweer martelen en ja, ze een paar keer misslaan met die strop die als ze die waar ze de ree mee vangen. Ik zei, ik start erbij inspringen. Ah, wacht nou, hij komt er net weer aan zwemmen. Ja. Dus... Maar de brandweer lukte het niet, maar jou wel? Nee. Ja, de brandweer lukte niet. De brandweer, iedereen die vermeldt van, ja, de brandweer die springt er niet bij in. Maar we moeten wel, de brandweer mag er niet bij in springen. Nee. Dus jullie hebben het samen gedaan, dus daarom hebben jullie het ook samen verdiend deze taart. Ja, verdelen hè? Ja, dat is goed. Ga je hem nu opeten? Tuurlijk. Ja? Ja, moet een stukje? Ja, graag. Ja, dat doen we. Dan gaan we. Ja, kijk, daar praten ze maar aan hè. Ja. Oké, nou dat was super lekker. We hebben zelf ook een beetje gegeten van de taart en super gastvrij. En heb je nou ook een held of heldin? Ga dan even naar www.lindanieuws.nl/HEMA90 en stuur jouw held of heldin op. En misschien volgende week zijn we wel daar. Doei jongens! Doei! Wie verdient een taart? Werd mede mogelijk gemaakt door HEMA.